Onze nieuwe koning Willem-Alexander komt de laatste tijd gaat vaker naar Maastricht. Doe misschien dat er ook een eigen hotelkamer kunt boeken. Vandaag worden er ook weer te gast in onze provinciehoofdstad Maastricht voor de opening van wel een heel bijzonder geboe, namelijk de United World College. This leaves His Majesty King Willem-Alexander to give his final speech. I certainly hope it's not my final one. Dat is duidelijke taal. De feestelijke dag van het United World College begon zonder koning met een gezamenlijk ontbijt. Ik dacht was de koning door Waalbee. Hij is immers oud-leerling van het UWC. Hij studeerde 2 jaar in Wales. Hij heeft ook altijd in interviews gezegd, die 2 jaar hebben mijn leven veranderd. En dat is zo cruciaal ook voor de positionering van het UWC hier in Maastricht. Er is er eentje per land, wij zijn dan voor de heen naar Benelux. Maar dat je de koning als beschermheer kunt hebben, die zo duidelijk ook vertelt van luister, mijn leven heeft het veranderd. Alsjeblieft laten we deze kinderen ook helpen om hun leven te veranderen en een wereldburger te worden. Ja, dat zijn unieke kansen. Dus we zijn zeer vereerd dat de koning vandaag de UWC Maastricht komt openen. Gouverneur Theo Bovens genoot zijn opleiding aan de Universiteit in Nijmegen. Niet aan een UWC. Toch heeft het Nedersgevoel iets te hebben gemist. Maar toch. Nou, ik had best wel een jaar of 2 jaar in het buitenland ook opleiding aan dek willen volgen. In de tijd dat ik gestudeerd heb was dat nog niet zo gebruikelijk dat je dat deed. Nu is dat ook bij studenten wat makkelijker om in het buitenland te gaan studeren. En ik raad dat eigenlijk ook wel iedereen aan om een paar jaren van die ervaring te doen, te hebben. Dus nogmaals, ja, zie ik het als een gemis. Ik heb naar mijn smaak een hele goede opleiding en opvoeding gehad. Maar nogmaals, met terugwerkende kracht, ik zou best wel een paar maanden in het buitenland hebben willen studeren, ja zeker. Hij niet. Dena uit Canada wel. Samen met Daniel uit Denemarken deelt hij iets terug voor de gemeenschap door het snoeien van bomen. Community service had dat. Het UBC betekent vuur voor Dena. It means like international. You always had to meet different people and make new friends. And people leave from your school, but you always make new ones. De koning kreeg in het gloednieuwe UBC-gebouw diverse optredens te zien. Dena is trots dat de koning uur nieuwe schoolgebouw kunt openen. Not every day is that you're going to meet the king, and not every school gets to see the king. And I think we're very lucky as a United World College to be able to have the king open up our school. It's definitely a privilege. En met de onthulling van een mozaïek is de officiële opening een feit. Het United World College in Maastricht is klaar voor de toekomst.